Gedetailleerd en dan willen we echt wel aan de vraag. Ja, ik heb de bezettingscijfers toevallig bij van de sporthal van Molenslop. Ik ga u besparen om cijfertjes te noemen, maar ik kan u verzekeren dat de sporthal van het Molenslop dat het nog vol zit tot en met zaterdagmiddag. En ik denk dat men het erover heeft dat er een aantal mensen zijn die graag op zondagnamiddag eens een keer gaan tennissen. En dat die dat dan vrijdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis gemeld moeten hebben. Dat klopt, maar wij kunnen niet een opzichter of twee opzichters gaan engageren om een hele namiddag te gaan zitten, een hele zondagnamiddag in de sporthal te gaan zitten, voor het geval dat er misschien iemand is ergens zin zou hebben om te tennissen. Dat zou echt geen goed beleid zijn. Wat het reserveringssysteem betreft, het online reserveringssysteem staat zoals men weet op de begroting, dus dat komt er. En dan nog wat de jeugdlokalen betreft, wat elke jeugdvereniging is voor ons gelijk. Elke jeugdvereniging krijgt voor de bouw van lokalen van ons 30.000 euro per vereniging die deelneemt in dat lokaal. Nu, het zou kunnen dat wat lokalen van KSJ betreft, dat we daar denken aan een soort van medegebruik. Dus het zou kunnen dat wij denken van daar nog een vergaderlokaal in te steken of nog andere functies aan te koppelen, die sanitair voor sportmanifestaties die hier gaan plaatsvinden op de terreinen. Maar daar gaan wij de onderhandelingen met KSJ zeker over voeren. Schepen van de Pol is zeker niet teruggefloten door het college. Elke jeugdvereniging wordt op een gelijke manier bij ons verhaald. En niet teruggefloten. Absoluut wel. Goed, we gaan beginnen aan de vragen. Er was de mogelijkheid om een vraag in te sturen op de website van RAWEPO. Verschillende mensen hebben dat gedaan. Die gaan we eerst laten stellen. Ik stel voor dat als er iemand van die mensen die de vraag op de website hebben gesteld, hier aanwezig zijn, dat die ook recht staan en de vraag stellen. Vermeld duidelijk aan wie u die vraag stelt. Ik hoop dat er kort en bondig en helder wordt geantwoord, zodanig dat we nog veel mensen aan het woord kunnen laten, want om 1 uur staat hoe dan. De eerste vragen komen van Rick van Gils. Bent u aanwezig in de zaal, meneer Van Gils? U bent aanwezig. Ja, ik wil dus in mijn persoonlijke naam een vraag stellen aan de CDNB. Dat in verband met de varkenstoestand, dat weet u inderdaad zelf. Ik ben geen lid trouwens van het actiecomité, maar ik wil wel als bewoner in die streek toch een vraag stellen. Eén, vooraf misschien als ik heel even mag, we hebben daar in die streek een familiaal bedrijf. Ik hoorde de burgemeester in de week zeggen dat hij niet goed wist wat een familiaal bedrijf was, dat het moeilijk uit te leggen was. Ik denk dat het een beetje duidelijk is. Eén, een familiaal bedrijf hadden wij daarheen en die had nood aan uitbreiding. U hebt die vergunning gegeven en terecht, want dat waren mensen die jaren en jaren in Ravenzeel wonen, toen een boterham moesten verdienen en schaalvergroting nodig hadden. Die hebben dat ook gekregen en ik denk dat zowel de CD&B als die mensen zelf eigenlijk niet bewust waren van de impact van het transport en alles wat daarbij kwam kijken op het ogenblik dat die vergunning werd afgegeven. Wat is een familiaal bedrijf? Dat was één. Mijn vraag is, dat daarop volgen. Dan was er een Nederlander die in Mazeik verschillende vennootschappen komt oprichten. Waarom komt je naar België? Omdat je in Nederland die vergunningen niet krijgt. En dan is mijn vraag, want ik heb hier, maar dat is louter informatie, dus voor degenen die het wil zien, alle balansen en alle aantreksen van het Belgische staatsbadrij van over de personen waarover het hier gaat. Zitten met zoveel aftrekbare verliezen dat zij dus één, nooit één frank belastingen zullen betalen in België. Wat is uw vraag? Mijn vraag is nu, wat is de meerwaarde van het afleveren van een vergunning aan zo iemand uitgerekend nog, als we dan in de Ravenzeel zitten met een schepen van landbouw en cultuur, en milieu, dat wordt goedgekeurd en uiteindelijk is er dan toch een comité dat tot en met de Raad van State gelijk krijgt en nog zegt men dan, nee, die hebben daar het recht. Ik vraag me af wat de meerwaarde is. Geen belasting, wel een milieubelasting. De rol straks in Ravenzeel. Het kosten van de opmaak van de wegen. En wie gaat dat betalen? Ravens. Misschien nog één vraag, Waldroop. U wil nog meer applaus, denk ik. Ik ga alleen maar vragen aan de gemeente. Soms siert het iemand. We zijn allemaal mensen met fouten, met gebreken en wat dan ook. Soms kan het iemand sieren om, als er een keer iets verkeerd is gebeurd, dan terug te komen
en u toe te geven en eventueel op een beslissing terug te komen. Dat zou pas echt reëel. Dat is een vraag. Laat ons beginnen met te zeggen, Rick, en dan gaan we het over eens zijn, dat het een heel complexe vraag is. En je moet starten, denk ik, met wat zijn wij? We zijn een plattelandsgemeente waarin landbouw een belangrijke economische sector is. Dat is één facet. De landbouw is de vorige 25 jaar geëvolueerd van een klein boerke naar momenteel is de landbouw een onderneming. Ja, maar we kunnen toch gewoon antwoorden op de vraag natuurlijk. Hè? Dat ben ik. Ja. Dus in die zin is daar een evolutie. Wat is een familiaal landbouwbedrijf? Als wij zien dat wij in onze gemeente 254 actieve landbouwbedrijven hebben, dan zijn daar 63 varkensbedrijven van en dan zijn daar momenteel 7 bedrijven van die een capaciteit hebben van 2500 varkens of meer. Ja? Dat is de wetgeving. En de wetgeving die wordt op Vlaams niveau vastgelegd. Wij als gemeente hebben voor een klasse 1 bedrijf zoals dit louter een adviserende rol. Wij hebben inderdaad daar geen negatief advies in gegeven, ben daar eerlijk in, wat betreft de milieuwetgeving en de bouwwetgeving. Wij hebben wel geappelleerd op de problematiek die wij daar zagen voor de mobiliteit. Omdat wij vrezen, daar hadden we te weinig zicht op, daar hebben we een opmerking naar de provincie over gemaakt, welk het mobiliteitseffect daarvan gaat zijn. Als morgen Vlaanderen andere normen gaat opleggen voor landbouwbedrijven, striktere normen, dan is dat een politieke beslissing vanuit Vlaanderen. Wij als gemeente, denk ik, moeten daar ook een beetje de rechtsstaat respecteren. Dit is de wetgeving, zo is ze momenteel. Daarin moeten we meegaan of daar zijn we op tegen. En dan zeg ik van, deze week is er nog een gelijkaardig bedrijf goedgekeurd. Daar horen we niks van. Soms krijgen we daar heel veel reacties, soms niet. Waar heeft dat mee te maken? Joost, mag het weer. Oké. Vraagsteller, wens je hier nog een andere partij over te horen? Ja, nee, maar ik denk dat het, als de vraag gesteld wordt waaraan ligt het, dan denk ik dat aan de inplanting. Je zou eens moeten komen kijken, en het zal dan alleen maar erger worden, hoe dat die camions, de tractors enzovoort, zij moeten zelf, die heb ik er zelf dus ook gezeten mee, vragen aan de mensen die hier ook aanwezig zijn. Zij moeten zelf een oprit gaan zoeken bij een buurman om wilde naar haar zijn enzovoort. Dus het wordt één grote catastrofe straks. Dus de inplanting ook, nagelang de GPS-instellingen van die voertuigen, komen ze langs de Kapelstraat, komen ze langs de Eelstraat, komen ze langs de Sint-Adriaanstraat, waar overal zicht de scholen ook nog bij zijn. De kinderen, mijn schoonzoon hebben tot zijn 12 of zijn 13 moeten wachten om hem naar Oost te kunnen laten komen. Goed, maar daar is, daar in de begroting is voorzien dat de Kapelstraat en de omgeving opnieuw wordt aangepakt met het oog op de herinrichting en de verkeersveiligheid. Ja, maar die, dat dan weten, heb je? Dat staat nu in de begroting, staat ook in het programma als je het gelezen hebt. Dus de Kapelstraat en de omgeving, om als het verkeer nog intenser wordt, dan zal de gemeente voor de wegen waar ze gevoerd voor zijn, ook daadwerkelijk ingrijpen. Dat is eigenlijk mijn laatste vraag, maar dat heb ik hier nogal gehoord. Van als er dat soort serieuze ingrepen gebeuren in een dorpsgemeenschap, hè, niet alleen de Ravenseel, dat kan Oude Rijnstraat, Poppel, kan overal gebeuren, alsjeblieft organiseer een infoavond, betrek de burgers erbij en laat ons ook ons gedachten met je over. Ongelooflijk kort. Ik zal ze kort mogelijk proberen. In essentie, als je kijkt naar heel die varkenshistorie, want het begint eigenlijk mijn keel ook een beetje uit te hangen, het zal je niet veronderen. In essentie gaat het over een totaal verkeerde visie en eigenlijk ook weer het gebrek aan een visie op lange termijn als je kijkt naar de landbouwsector. Walter heeft daar straks gezegd hè, dat de landbouwsector in Ravens een zeer sterke economische sector is, terwijl uit de cijfers van Rick van Geels blijkt dat een bedrijf in kwestie waar het gaat over 900.000 euro verlies, dat die in werkelijkheid niks bijdragen aan de economie hier. Maar waar het over gaat, is dat je de landbouwsector hebt eigenlijk zien evolueren van een zeer kleine sector naar een grote. Eigenlijk 40 jaar geleden, ik had het op één manier geprobeerd. Ja, echt wel. Als je kijkt naar de dorpscentra,
Wat zat er vroeger? Dat zat een houtzagerij, een brouwerij, noem het op. En op een gegeven moment dan besefte de overheid, of de gemeente, daar begon ik mee, die besefte dat die bedrijven... Maar dat is je punt. Dat is je punt. Maak je punt en dan kunnen we andere vragen op gaan op laten komen. In essentie gaat het erover dat landbouwbedrijven evolueren en dat het in wezen, wat de overheid zegt, dat het hier eigenlijk niet meer gaat over, of dat de overheid zegt het gaat over landbouw, dat het in wezen eigenlijk niet meer gaat over echte landbouw, het gaat over bio-industrie. En dat betekent dat je als lokale overheid je verantwoordelijkheid moet nemen en ervoor moet zorgen dat je faciliteiten biedt om die bedrijven een kans te geven om te groeien. En dat is essentieel. Dat heb ik begrepen. Heel kort, want anders dan blijven we alleen maar... Ik denk inderdaad dat er zones zouden moeten zijn waar dergelijke intensieve landbouwbedrijven kunnen geplaatst worden en dat die geografisch over de gemeente moeten gespreid worden. De landbouw evolueert naar industrie, moeten we dat niet doen. Moeten die dan, zijn die dan het best geplant in industriegebieden zelf? Ja, dat is een vreemde punt. Ja, eigenlijk wel, ja. Goed, dan nog een vraag van Paul van Beek, is die aanwezig? Paul van Beek, is die aanwezig? Die heeft het over de windmolens. Volgens mij is dat onderwerp aan bod gekomen. Klopt het dat binnen dit project een schepen betrokken is? Is de vraag. Ja. Klopt het dat de gemeente zal participeren? De gemeente kan, als er windmolens in de gemeente zullen komen, op twee manieren participeren. Via ICA, en dat doen we nu al in sommige windmolenparken, of rechtstreeks. Twee, de gemeente heeft de studie laten maken om zelf zicht te krijgen van waar zouden er kunnen komen in onze gemeente. Want wie weet dat hier? Ik wist het niet. Dat is een heel technische discussie. Daar spelen ook heel veel overheden een rol. Die informatie hebben, die is voor iedereen van u ter beschikking. Je kunt die ook vragen op het gemeentehuis. Drie, wij zijn in C niet tegen groene stroomenergie. Maar wij zeggen, als er dergelijke initiatieven in de gemeente komen, zal het een meerwaarde moeten opleveren voor iedereen van de gemeente. Dus er zal een serieuze financiële bijdrage moeten komen in de kas van de gemeente. Want windmolens geven een zekere visuele vervuiling. Daar zijn we het allemaal over eens. Dus daar moeten we als gemeenschap, want onze ruimtelijke ordening is van iedereen, daar moeten we als gemeenschap op gehonoreerd worden. Er was nog een vraag T. Indien er op bovenvermelde vraag positief is geantwoord, de vraag klopt het dat er binnen het project een schepen betrokken is, is het dan niet ongelukkig dat men deze persoon als schepen aangeduid heeft tijdens deze legislatuur? Wie voelt zich aangesproken? Ja, ik vind het heel, ik las het feit of de betrokkenheid van de schepen in het NVA-krantje. Ik was er zeer verwonderd over, want in verslagen van het schepencollege hebben wij daar nooit niks van gelezen. Dus dat vind ik vreemd. Er wordt binnen het schepencollege gediscussieerd. Wij krijgen verslagen van het schepencollege. Nooit staat er maar een woord over in. Dat vind ik heel straf. Misschien moeten we dan eens kijken wat er in het verslag van het schepencollege wordt vermeld en of dat allemaal de volledige waarheid is. Er is geen enkele concrete aanvraag. Mag ik hier in essentie op antwoorden? Dat is heel eenvoudig. Als we hier kijken naar de al dan niet betrokkenheid van een schepen, ik heb hier het volledige dossier ter voorbereiding, inclusief mailwisseling waar het gaat, waar het duidelijk blijkt dat er ook een schepen is in de vorm. Ons gaat het in essentie niet over, moeten wij als gemeente mee investeren, moeten we positief of negatief staan ten opzichte van windmolenenergie. Ik denk dat we daar over eens kunnen zijn, dat er veel mensen over eens zijn, dat we dat zeer goed moeten bestuderen. Waar het over gaat, is dat we een bestuur moeten hebben wat we kunnen vertrouwen. Uiteindelijk gaat het hier over geld van de gemeente, geld de gemeentekas wordt gespekt met geld van de burgers. Hè. Dat gaat over de belasting, dat betekent dat je die verantwoordelijkheid in de handen van een schepencollege moet kunnen leggen en die daar ook op een goede manier mee moet kunnen omgaan. Als er vandaag blijkt dat er windmolendossiers of eender welk dossiers wordt ingediend of waar men aan werkt, waarbij het niet gaat over het algemene belang, maar over het eigen belang, dan denk ik dat de essentie is dat wij daar iets over mogen zeggen. En dat er nu een dossier wordt voorbereid dat pas net na de verkiezingen wordt ingediend, naar eigen zeggen, om er geen politieke ongelukken mee te overkomen, ik
denk dat dat de taak is van eender welke partij die daar lucht van krijgt, dat die daar werk van maakt.